Kan jij niet slapen, kindje? Nee. En jij? Oh, ik ben een oud mens. Wat heeft dat er nou mee te maken? Ah, ik pieker te veel. Ja, ik ook. Frans. Ja. Dumpen, die man. Toch hou ik wel van hem. Ergens. Ergens van iemand houden is ongeveer het ergste wat je zeggen kan tegen een man. Ik weet niet wat ik wil. Nee, soms als hij naast me ligt in bed, dan vind ik dat heel gezellig. Maar ja, als hij dan weer over trouwen begint, dan krijg ik het zo Spaans. Benauwd, dan zou... Zou je hem zo het bed uit willen duwen? Ja, nee. Ach, hij past niet bij je. Nee? Nee, die man past bij niemand. Leraar Frans, je kan toch wel wat beters krijgen, schat. Het gaat toch niet om wat hij doet? Oh nee, waar gaat het dan om? Om vrijheid. Ik wil me niet meer binden. Niet meer, zoals met Ernst. Ja, daarom heb ik Anton de bonds gegeven. Huh? Ja, ik ben te oud voor de knellende banden van het huwelijksleven. Ja, jullie waren niet eens getrouwd. Nee, Anton gedroeg zich wel zo. Oh ja, en dat vond je ook maar wat gezellig. Samen ontbijten, samen winkelen, samen glaasje port, samen slapen. Ja, ja, dat mis ik soms wel, ja. Samen slapen? Alles. Ja, maar ja, hij wilde niet meer. Wat bedoel je? Anton had geen zin meer om nog langer naar jouw pijpen te dansen. Hoe kom jij daarbij? Heb ik hem zelf horen roepen. Jij hebt weer voor Luistervink gespeeld. Moeder, hij schreeuwde het. Anton schreeuwde nooit. Ja, nou ja, laten we er maar over ophouden. Jij en ik, wij kunnen gewoon niet praten samen. Wie schreeuwt er hier aan uit? Ik ga naar bed. Daar ligt Frans. Oh ja, nou, dan ga ik wel op de bank. Ik heb een tweepersoonsbed. Kom maar toch, moeder, daar ben ik nou toch echt te oud voor. Ach, lievertje, zo gezellig. Oh ja, voor wie? Voor jou of voor mij? Nee, ik ga wel naar Frans. Zo kom je nooit van die man af. Kun je niet slapen? Nee. Kom het door mij? Nee. Zullen we dan maar weer gaan slapen? Nee. Wij moeten praten. Dat kan morgen toch wel? Nee, nu. Oké dan. Wat is het probleem? Jij past niet bij mij. Ik vind van wel. Ja, zo schiet het niet op. Ja, maar wees dan ook eens eerlijk. Eerlijk? Ja, ik wil met je trouwen. Ik wil met jou verder. Maar het gaat erom wat jij wil. Ja. Ik weet niet wat ik wil. Dat is dus het probleem. Zullen we maar slapen? Hey, nee, hoe kan je nou aan vrije denken als ik je probeer te vertellen dat wij misschien met onze relatie moeten stoppen? Ja, maar zeg dat dan. Wees eens een keer duidelijk. Ik word gek van die gemengde boodschappen van je. He, dan wil ze wel, dan wil ze niet. Ach, vrouwen. Toe, Frans, wees nou toch niet zo gekwetst. Zal haar hoera roepen. Nou goed. Hoera, mijn vriendin wil me dumpen. Ik ga wel op de bank liggen. Zo. Alles gehoord, mevrouw de Luistervink? Ik kon niet slapen. Moeder! Daar hebben we allemaal last van tegenwoordig. Moeder! Nou, nee, nou ga je toch echt te ver, hoor. Lievertje, ik maakte me zorgen over je. Uiteindelijk ben ik nog altijd je moeder. Ja, nou, ik moet mijn eigen bootje stoppen. En dan was je zo geweldig mee in de weer. Ik ben trots op je. Ja? Zo, zal ik dan nu toch maar even gezellig bij jou komen liggen? Ja, nou jij wel, ik niet. Jij hebt gesnurkt. Oh ja, nou je zal jezelf hebben horen zagen. Nou, humeurig. Hier, ga zitten. Drink, hou je mond. Ik zeg toch niks. Nee.
Hoe laat zou het zijn? Moet Frans niet op? Je moet dan naar school. Frans, opstaan! Lievertje, waarom schreeuw je zo? Waarom schreeuwt iedereen in huis hier altijd zo? Opstaan, Frans! Waarom moet jij hem altijd wekken? Die man heeft geen verantwoordelijkheidsgevoel. Heeft hij zich alweer verslapen? Ik heb me verslapen. Goedemorgen. Nog boos? Nee. Praten vanavond, oké? Goedemorgen, Frederik. Ik zei goedemorgen. Ik mag niet praten van je. Ik ben jullie allebei spuugzat. Ik ga naar mijn werk. Michiel, die begrijpt mij tenminste. Klaartje? Oh, mam. Het is zo erg allemaal. Wat is er dan, lieve? Vertel me. Wat is er dan, schat? Kom maar binnen. Wat is dat met die koffers? Ik ben weggelopen. Hè? Ach, een Reinoud. Ligt bij een ander in bed. Huh? Ik ben gedumpt, mam. Weggegooid. Ingeruild. Nou, zeg eens die Reinoud nog even. Ingeruild voor een oudere vrouw. Een oudere vrouw? Hoe oud? 35! Een wijf van 35! Ja, en nu? Wat nu? Ja, nou kom ik weer bij jou wonen. Dat is toch wel goed, hè, mam? Tuurlijk, lieverd. Je bent altijd welkom. Ik ben helemaal in de war, weet je. Ik dacht dat ze zo gelukkig was. Maar meneer ging dus vreemd als ze ziekte, weet je. Die vrouw, die is directeur van een reclamebureau. Ja, daarom lieverd. Kreeg ik Reinoud de laatste tijd zo'n opdracht. Schatje, liefertje, dit moet wachten tot vanavond. Ik ben zo laat. Ik moet naar mijn werk. Omi, die zit in de keuken. Je kan Michiel toch maar afzeggen? Ach, doe, schat, wees nou even flink. Ik moet echt naar mijn werk vanavond. Vanavond neem ik alle tijd voor je. Dag, liefje van me. Wat doe jij hier? Ik ben weggelopen, kom weer thuis wonen. Ruzie met Reinoud? Nee, hij heeft me gedumpt. Oh. Voor een wijf van 35. Nou, ik heb gezegd dat ik ook was. Sorry, Klaartje, ik moet echt weg. Ik ben al te laat. Ik moet me nog uitkleden. Nee, maar. Zo. Frans zet er haast achter. Omi! Klaartje! Het is zo erg allemaal. Lievertje, wat is er dan? Vertel het me maar. Oh, wat is er dan, liefje? Reinoud heeft hem toch gedumpt? Ja, hij gaat vriend met een wijf van 35. Ik dacht dat jij haast had. Nee, ik ben al weg. Zeg, Klaartje, tot vanavond. Vanavond praten we, hè? Yeah. Oh, nee. Vanavond praat ik met Jet. Morgen dan, goed? Lievertje, weet je wat ik ga doen? Ik ga koffie zetten. En dan vertel jij mij alles. Oh, Omi, als ik jou toch niet had. Ja, dat is dan 25 gulden. Alsjeblieft. Heeft u ook iets van Anna Blaman? Anna Blaman? Ja, alleen eenzaam avontuur. Heeft u misschien een tasje? Onder de A. Een tasje, ja, dat heb ik. Waar zijn de tasjes? Is een oude krant ook goed? Nee, ik heb liever een tasje. Ik kan het niet vinden, hoor. Ik kom eraan, ja. Oh, hier ligt een tasje. Dat was schoon. Dank u wel. Zo goed. Dank u wel. Onder de A, zei ik toch? Goedemorgen. Onder de B, mens. De B van Blaman. Blaman, ja, maar u zei onder de A. Ik zei onder de B. Kan het misschien wat vriendelijker? Ik ben vriendelijk. Maar als het u niet bevalt, dan... Oh, wacht, hier. Eenzaam avontuur. Ja. 5 gulden. Alsjeblieft. Kunt u het misschien even voor me inpakken? Ik heb geen tasjes. Oh, een krant is ook goed. Een krant. Ja, dat is de krant van vandaag. Dat geeft niet hoor. Goedemorgen. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik heb het tegen mijn werknemster. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, sorry Michiel, sorry hoor dat ik zo vreselijk laat ben, maar... Oh, het was een puinhoop thuis. Het was razend druk, Jet. Je weet dat ik gek word als er te veel klanten zijn. Waar was je nou? Nou, ruzie met Frans. Frans op de bank, Frederik bij mij in bed, een Klaartje op de stoep met koffers. Wacht nou even, wat zei je nou? Ik heb tegen Frans gezegd dat ik er een punt achter zet. Nee, wat zei je over Klaartje? Oh ja, die Klaartje komt weer thuis wonen. Ze is weg bij Reinoud. Wat ik... vreselijk voor Klaartje. Wat dan? Hoe bedoel je? Ik heb Frans de bons gegeven. Ja, dat zei je al. Nou, dan ben ik verdrietig om. Nou, dan geef je hem toch niet de bons? Wat wil je nou? Ik weet niet
wat ik wil. Je hebt het toch leuk met hem? Ja. Nou, wat zeur je nou? Zo makkelijk vind je weer niet een andere man, hoor. Op jouw leeftijd. Nou, zo'n mooie vriend ben jij. Realist, Jet. Ik weet waar ik het over heb, hoor. Peter is bij mij weggegaan omdat ik begon te rommelen met Karel Hartman. Nou, je weet wat er van terecht gekomen is. Karel Hartman vertrekt naar de Canarische eilanden met een 10 jaar jonger vriendje. Een kind van 35. Ja. En ik zit alleen. Ja, ja. Nou, we hadden het over mij. Dat bedoel ik dus, hè. Wees blij met wat je hebt. Zo slecht was je nog niet af, hoor, met Frans. Ik had misschien wat weinig haar, maar... Hij was dol op je. Je t'aime. Wat wil je nou nog meer? Vrijheid. Vrijheid. Wat koop je nou voor vrijheid? Ja. Eenzaamheid, zou je bedoelen. Nou, maar... Ja, wat heb ik nou voor leven? Hm? Oude boeken, antieke spulletjes en een leeg huis. Oh, Michiel. Nee, ik wist helemaal niet dat jij je zo rot voelde. Ja, omdat je ook veel te veel met jezelf bezig bent. Nee, Jet. Mijn leven is één... Eén... Eenzaam avontuur. Ik vind het zo vernederend. Ach, liepje. 10 jaar ouder. Meneer valt opeens op rijpe vrouwen. Daar kan ik toch nooit tegenop? Ik vind dat jij je haar eens moet veranderen. Ik heb mijn haar toch ook geverfd? Je moet een beetje met je tijd meegaan. Mijn haar? Die piekerige vlechtjes van jou, schat, die maken jou zo puberaal. Nou ja. Je wilt toch niet dat ik tegen je lieg? Nee. Je wilt toch dat ik eerlijk tegen je ben? Ja. Nou. Jij bent soms net een kind. Een lief kind. Maar wat stelt het nou voor? Reinoud is een beginnende fotograaf. Die wil natuurlijk hogerop. Maar daarom hoeft hij toch niet vreemd te gaan? Het was toch een opdrachtgeefster, die vrouw? Ja? Nou, dat bedoel ik nou, mannen. En dat fotogedoe van jou, Klaartje. Nee, daar ben je echt niet geschikt voor. Maar... Heb jij ooit gewerkt met andere fotografen? Ja. Nee, je hebt alleen maar gewerkt met Reinoud. Ja, en... Nou, dan moet er toch ergens een belletje gaan rinkelen. Reinoud gaf jouw fotowerk omdat hij verliefd op je was. Nou, want als de eerste verliefdheid voorbij is, dan weten we het wel. Het is toch geen basis voor een carrière. Dus jij vindt dat ik moet stoppen met modellenwerk? Het is nog nooit begonnen. Denk jij dat Reinoud nog met jou wil werken? Nee, dat denk ik niet. Nou, dan wordt het tijd om eens na te denken over iets wat je echt wil met je leven. Koffie? Ja, graag. Nou, lekker. Geen vriend, geen werk. Nou, niet zo somber. Je hebt een flink stel hersens. Je ziet er goed uit. Niet goed genoeg voor fotomodel. Nou, dat hoeft toch niet, Klaartje? Je moet roeien met de riemen die je hebt. Dat heb ik ook altijd gedaan, mijn hele leven lang. Ja, maar jij hebt zelfvertrouwen, Omi. Dat is zo. Daar ben je liever. Nou, kom binnen, schat. Hè? Ga zitten zo. Nou, wil je praten? Hè? Dan schil ik intussen eventjes wat aardappelen. Zo, nou. Gaat het weer een beetje? Nee, ik ben down. Ik ben heel down. Ja, dat begrijp ik. Is ook allemaal niet niks, hè? Wat was dat nou allemaal met Reinoud en die oudere vrouw? Hij gaat plat met de directeur van een reclamebureau om hogerop te komen. Nou, is niks voor Reinoud toch, hè? Dacht ik. Nee, dacht ik ook. Maar het ligt allemaal aan mij. Aan jou? Ja, ik ben te puberaal, te kinderachtig, ik heb stom haar. Zegt Reinoud dat? Nee, Omi. Omi moet niet zo raar doen. Hoe komt ze daar nou weer bij? Draai er nou maar niet omheen, mam. Omi is tenminste eerlijk tegen me. Hoe kan je dat nou tegen me zeggen, Klaar? Ik ben altijd eerlijk tegen je. Ik ben trots op je. Ik ben trots op je werk. Schat, je hebt fantastische modereportages gemaakt in al die modebladen. En hoe kwam ik aan het werk? Nou, ja, ja. Van Reinoud. Ja, goed. Omdat hij verliefd op me was. Omdat je goed bent. Daarom. Wees toch niet zo negatief, lieverd. Je bent toch een prachtige meid. Waarom ligt hij dan met een oud wijf in bed? Dan weet ik het allemaal ook niet meer, hoor, lieverd. Ik probeer je toch alleen maar een beetje zelfvertrouwen te geven. Weet ik, mam. Ja, wij moeten toch met elkaar kunnen praten, toch?
Weet ik, mam. Maar jij weet ook nooit wat je wil. Nou, niks tegen een beetje twijfel, toch? Dacht ik. Maar je hebt wel besloten Frans de bons te geven. Ja, zo'n beetje, ja. Omi zei net dat je er een punt achter hebt gezet. Frans en ik moeten nog praten vanavond. Gaat hij vreemd? Nee. Doet hij rot tegen je? Nee. Waarom wil je hem dan kwijt? Oh, ik weet het niet. Ik weet zo langzamerhand helemaal niet meer wat ik wil. Michiel die zegt dat ik mijn handen dicht mag knijpen met Frans. Ja, dat is toch ook zo? Ja, maar ik wil niet zo gebonden zijn. Frans claimt me zo. Dat lijkt me nou juist heerlijk. Ja, ja, op jouw leeftijd. Oh, en wat heeft dat ermee te maken? Alles. Toen ik zo jong was als jij. En toen Ernst en ik samen aan de praktijk begonnen. Toen deden wij alles samen. En je mist hem nog steeds, hè? Ja. Gek, hè? Maar mam, daar kan Frans toch nooit tegenop? Dat is toch niet eerlijk? Nee. Nee, misschien wel niet, nee. Ik ga hem inderdaad vergelijken met Ernst en... Ja, nee, dat is ook inderdaad niet eerlijk. Wat ben jij toch een wijs kind. Kind? Vrouw, mens, dochter. Oh, ben ik blij dat jij weer thuis bent komen wonen. Of is dat heel erg egoïstisch van me? Ja, heel erg. Meisje. Oh, wat ben ik blij dat jij er weer bent. Wij hebben elkaar tenminste nog. Zo. Post. Ja. Hoe kunnen we even praten? Met jou? Waarom niet? Ik heb vandaag mijn praatdag. Klaartje? Ja, mijn kleindochter had mij nodig. En je weet, als men mij nodig heeft, dan ben ik er. Wil je een potje? Doe maar. Alsof ik er een voorgevoel van had dat jij zou komen. Valt zeker niet mee zonder Anton. Jij bent hier niet gekomen om over Anton te praten, lijkt me. Nee. Jij bent gekomen omdat Jet jou de bons heeft gegeven. En nu wil jij dat ik een goed woordje voor je doe. Zou je dat willen? Nee. Oh. Jij past niet bij haar, Frans. Ik vind van wel. Wat ziet Jet in jou, Frans? Heb je jezelf dat wel eens afgevraagd? Nee, daar denk ik niet over na. Dat zou ik dan maar eens doen. Want om je kop met krullen zal het niet gaan. Ja, maar dat heeft ze nooit over gehad. Nee, natuurlijk niet. Zoiets zegt Jet je niet. Maar ze denkt het wel. Oh, ik kan niet kijken in het hoofd van mijn dochter. Ik weet alleen maar wat ik zelf vind. En wat vind je? Dat weet jij best. Dat mijn dochter wel iets beters kan vinden dan een kale leraar van. Nou zeg! Je wil je toch de waarheid, dan krijg je de waarheid. Ja, maar zo erg waar hoeft nou ook weer niet, hè? Ik had mijn dochter opgevoed voor iets beters. En wat krijg ik? Een onzeker vrouwtje met een bandje in de boekenstal. Niet eens een winkel. Ze wordt jong weduwe. Daar kan ze natuurlijk zelf helemaal niks aan doen. Dan komt ze thuis met een man als jij. Vrijgezel van 50. Nou, daar wordt het ook niet vrolijk van. Als je het zo bekijkt. Ik had het me allemaal heel anders voorgesteld. Maar ja, daar denkt natuurlijk niemand aan. Maar het gaat me om Jet. Ik wil Jet gelukkig maken. Dat kan jij niet, Frans. Zeker niet met jouw salaris. Jet kan zichzelf niet eens gelukkig maken. Ja, maar wie kan dat nou wel? Ik kan mijzelf gelukkig maken. En daarom zit je op je eentje aan de port. Zullen we Anton nog buiten laten? Ik heb het niet over Anton. Ik heb het over jou, Frederik. Jij bent een egoïstisch, egocentrisch, oud... Karkas, ja, zeg het maar, Frans. Gooi het er maar uit, wind er maar in doekjes op. Jij mag mij niet, ik mag jou niet. Wil jij nog een portje? Doe nou, Frederik, ik wil geen ruzie maken. Ik maak geen ruzie. Ik zeg alleen waar het op staat. Ik vroeg, wil jij nog een portje? Nee, ik drink alleen met vrienden. Nou, dan zal jij geen alcoholist worden. Je bent gemeen. Nou, beter gemeen dan een doetje. Ik ben geen doetje. Nou, laat er niet zo met je sollen. Zeg tegen Jet dat je wil weten waar je aan toe bent. Wees eens voor één keer een kerel. Een ultimatum. Zoiets, ja. Dat eeuwige getwijfel van jullie. Knopen zijn er om doorgehakt te worden. En daarom is Anton bij jou weggelopen.
Weggestuurd, hoor je wat ik zeg? Ik heb hem weggestuurd. Echt iets om trots op te zijn. Ik ga. Ach, Anton. We gaan zo even. Kom je? Ja. Misschien moeten we je kamer een beetje opknappen. Ja, schat, het is echt nog zo'n meisjeskamer. Hou op. Ik moet in therapie, denk ik. Therapie? Ja, zoiets als hoe word ik vrouw? Met horten en stoten, lieverd. Met horten en stoten. Is Frans al thuis? Ja, maar ik heb hem nog niet gesproken. Hij zit bij Omi. Over jou te praten? Dat denk ik, ja. Maartje, wij zouden nog even praten. En wij zouden ook nog even praten. Ja, nou, ik heb voor vandaag genoeg gepraat. Ik wil weten waar ik aan toe ben. Dus of je trouwt met me, of je geeft me de bons. En ik wil het vandaag weten. Begrepen? Ja, begrepen. Ik denk er nog even goed over na. Wanneer? Tijdens het eten. Oep. Ja, we waren allemaal wel erg stil, hè, bij het eten. Ja, allemaal in gedachten. Klaartje heeft het er zeker moeilijk mee. Klaartje is nog jong. Die komt al op de pootjes terecht. Frederik denkt dat jij me niet ziet zitten om een kale kop. Wat? Hoe komt ze daar nou weer bij? Dus dat is niet de reden? Ach, wel nee, doe niet zo mal. Natuurlijk niet. Ik wil lopen! Kan dat nou weer zijn zo laat? Ik wil vanavond een antwoord, Jet. Ik word gek van dat onzekere gedoe. Ik heb tijd nodig. Zo, Jet. Het zat me zo dwars. Je moet gewoon doen wat je zelf wil. Ik vind het juist fantastisch als je geen genoegen neemt met minder. Hè? Als jij twijfelt aan Frans, gewoon dumpen. Ja, zand erover, Michiel. Sorry, wat erg. Of was ik maar dood? Sorry, Frans. Ik zei nog tegen Jet dat ze helemaal zo slecht niet af is met jou. Ik bedoel, zelf ben ik eigenlijk ook niet iemand met wat je noemt een kop met krullen. Hè? Dat zeg ik nou toch belachelijk. Iedereen zanikt aan mijn kop over krullen. Maar waar gaat het nu eigenlijk om? Om ons hart. Om de pijn in ons hart. Je bent weg bij Reinoud, hè? Ja, hij ging vreemd. Ja, ik ook. Met Karel Hartman. En weg was Peter. Als ik niet gauw een antwoord krijg, ben ik ook weg. Nee, Frans, doe nou niet. Nee, wacht nou nog even. Doe nou toch, Frans, nog even. Oh, ik heb tijd nodig. Hoe zitten jullie hier? Met elkaar, wat gezellig. Nou, gezellig. Ik weet niet wat ik heb, maar ik voel me niet goed. Ik heb zulke vreemde steken hier. Hartzeer. Ja, hartzeer. Dat heb jij mooi gezegd, Klaartje. Moeten we een dokter laten komen? Moet ik dat nou weten? Ja, wie heeft er die nog pijn in zijn hart? Ja, je hebt het niet alleen, moeder. Oh, maar ik ben het wel. Alleen. Helemaal alleen. Letten jullie maar niet op mij.